9 vloeren gedaan. Nog vele te gaan. Tenminste, dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel vloeren dat er zijn, maar het is de laatste cave. We zien wel! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering, ja, zijn we de laatste den in gegaan en gaan we hier gewoon mee verder. Waarom ook niet? Nou, sublevel 10. Wat heb jij voor me? Oh boy, water hazards. Ik hou niet van water hazards. Oh boy. Nou ja, we hebben ze nog niet gezien, dus op zich is het niet zo'n ramp. En oh god, nee, niet zo'n vijand. Oh, en waterdappels erbij. Attack team purple. Lok ze het water uit. Oké, okay. Jou kunnen we aan. Oh, hij is ook nog verlamd ook. Een beetje zielig. Oh boy, daar komt die andere gast al aan. Kom er dichterbij, zou ik zeggen. Kom van die heuvel af. Nee, niet omdraaien. Oké, volgens mij hebben we hem. Volgens mij hebben we hem. Oké, die is weg. Ik weet dat ik die andere ook versteend heb, maar dat maakt niet zoveel uit. Oh, ze komen hier bovenop. Ik hou er niet van om zo omringd door water te moeten vechten. Ja, pak dat wel, pak die dingen, maar dat maakt niet echt zo geluid. Oké. Okay. Oh boy. Gooi erop, gooi erop, gooi erop, gooi erop. Goed, jullie ook terugkomen. Niet door het water lopen. Niet dom wezen. Oké. Okay. Team blauw. Oké, okay, laten we kijken bij welke de... Oh boy, Wally Walk. Kom maar, Wally Walk. Kom maar. Kom dan. Oké, okay, concentratie weer. Oh! Ah, nee! Eén blauwe kwijt. Oh boy. Twee blauwe kwijt. Ik haat Wally Walks. Voorzichtig, concentratie. Een Wally Walk minder. Maar daar was ik ergens bang voor. En dat weet ik dus niet zeker. En, oh boy. Dat is hier bij één. Een hele moeilijke plek. Oh, nee, 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 nee. Gewoon zo. Gewoon doen. Ook op hem. Maakt mij niet uit dat de Fiery Blowhawk is. We maken hem gewoon kapot. Goed. Oh, kwallenbeest. En een Wally Walk. Nou, hier gaat die meter niet zo erg hard af, dus ik denk... Bij jou gaat die meter helemaal kapot. Oké, okay, jij hebt de vijand. Jij hebt het item. Oké, okay, gewoon Pikmin erop gooien. Ik ga het gunstig. Oh, we moeten die ene Pikmin redden. Goed. Heb jij maar één tracer? 15. Oh, ik dacht dat je er 20 nodig voor zou hebben. Oké, okay, als jullie nou gewoon de simpele weg pakken. Oh, niet spijten, niet spijten, niet spijten. Oké. Okay. Jij wil ook graag een oplawaai. Ik heb er zo geen zin in. Voorzichtig, kijk uit. Daar gaat de spuithelm doen. Lijkt wel een keer de Pokémon met zijn vlammenwerper. Ik dacht dat water juist sterk was tegen vuur, maar... Waarschijnlijk is het alleen maar in de Pokémon-wereld. Oké, okay, jongens, jullie hebben bijna gewonnen. Ik weet het, we zijn twee blauwe kwijt. Dat doet pijn. Maar we moesten wel een Wally Walk verslaan, dus op zich is het niet zo'n ramp. Oké, okay, nou, heel voorzichtig. Kijk wat die Wally Walk doet. Jullie kunnen ook gewoon de snelle route nemen, hè. Jullie kunnen ook gewoon...
Oh boy. Oké, weet je wat? Ik ga hem afleiden. Ik ga hem afleiden. Hier is te doen. Hier is te doen. Hallo. Ah, hier is te doen. Sukkel. Shakkel. Oké, we hebben in ieder geval... de treasure. Wat een begin van deze aflevering, zeg. Stress, paniek, help. 90. Is dat een kaartspel of zo? Talisman of Life. Het lijkt wel op een soort van onderzethouder of iets. Oké, één treasure gehad. We hebben weer alles. Op donder hier, wegwezen. We zijn twee blauwe Pikmin kwijt, maar dat kan ik meer leven. Wegwezen. Tot nu toe hebben we ook nog geen Pikmin herstelpunt gehad. We hebben wel potions gekregen, maar niet echt een punt waarvan je zegt van... Hier kun je je Pikmin weer eventjes opladen, tot je weer de 100 zou hebben of zo. Ze zijn echt heel gemeen met deze laatste cave, jongens. Oké, oh nee. Attack team paars. Nee. Ik ging niet sorteren, jongens. Ik ging niet sorteren. Jawel. Oké. Attack team paars. 14 is zat. Oh, nee. Oké, we hebben hem gered. Hij is safe. Oké, dan moeten we dus zo snel mogelijk die poison hazard bij de deur hier even weghalen. Echt die gele die altijd weer mee willen. Oké, dan kunnen we hier even ruzie maken met alle vijanden die hier staan dadelijk met de tech purple. Tenminste, het ligt eraan waar dat de treasure ligt. Ik wil wel een beetje in de gaten houden waar dat hier de treasures precies liggen. Oh, we hebben daar stroom hazards. Oké, nee, we moeten dit echt doen met... Oké, ik zie daar ook van die kleine, zwarte, gevaarlijke... Ja, hij pakt een treasure met zich mee, oké. Tech team, wij gaan heel eventjes hier even de vloer veiligstellen. Hoi. Ik heb niet zo'n groot team nodig van paars. Dat vind ik eigenlijk best wel gunstig. Ach, wat lief dat hij dat ding al gelijk naar ons toe brengt. Schuif hem nog maar wat dichterbij en dan... ja, dat is dik zat hoor. Dat is dik bij genoeg. Wat makkelijk dat we jou zo... ja. Als dat al de enige treasure van deze vloer is, dan moet je eens opletten hoe snel dat wij zeggen van... nou, het was gezellig, leuk dat je erbij was en... toedeledokie. Oké, je hebt het uitgeschakeld. Mooi. Dan doen we nog heel even jou uitschakelen. Hij is gestunt. Mooi. Uitgeschakeld. En dan kunnen we eventjes de wit even gelijk zeggen van... Nemen jullie die treasure mee? En als dat weer zo is, kunnen we weer een level hartstikke goed skippen. We hebben ons ook geen zorgen te maken over die... Oké, nou, jullie gaan alvast eventjes... hun even neermaaien. Kijk uit voor zijn... Nou, kom op, ik ben in het midden van een aanval. Onderbreek me dan niet. Ja, heel leuk. Het is een Chinees-Japans spel. Volgens mij Chinees. Bosstone. Het zal wel. Ik weet niet wat het is. Nee! Niet naar dat schokding. Oké, daar zit wel een... treasure nog, dus er zijn er hier wel meer. Oh, hij is gestunt. Aanval. Oké, goed zo. We zijn safe. Oké, nou jij neemt heel eventjes dan de gele team mee. Dan kunnen we gelijk die andere treasure meenemen. En ik hoop dat dat inderdaad de enige treasure zijn die we hier vinden. Die we nodig hebben. We zitten al op sublevel 11. We zitten op zich al goed. Heb ik alleen maar gele bij me? Nee, ik heb ook een witte. Wacht, ik heb voor jou wel iets. Wat denk jij die is? Nemen jullie dit mee? Lijkt me wel weer een dop van een pot of zoiets. Ik weet niet wat het is. Zien we daar ook wel. En als dat nou de enigste treasures zijn die we nodig hebben. Kunnen we al die vijanden die daar zijn, kunnen we gewoon skippen. Tenminste, ik wil even kijken of de uitgang geblokkeerd is of niet. Dan zie ik het spel ook nog heel goed vooraan. Ja, de uitgang is geblokkeerd. Oké, dan kan ik de witte meenemen. Kunnen we het alsnog skippen. Jullie bij elkaar verzamelen. Sprokkelen. Gaan we gewoon met het hele witte team er gewoon doorheen. Lijkt me toch wel het makkelijkste. Goed, wat hebben we gevonden? Wat hebben we gevind? French.
Yellow Taste. Nou, sorry hoor, maar ik denk dat de inhoud van een pot misschien beter is. Ja, oké, dit zijn alle twee. Dus goed. Team Wit. Ik neem jullie mee weer om de opening open te gooien. We hebben de 19 van jullie, dat is zat. Aangezien dat het poison hazard zijn, hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Die weg is geblokkeerd door die zwarte rotbeesten. Dus gewoon zo, hier. Het zijn allemaal bloemetjes. Jij gaat irritant lopen wezen. Nee. Jij krijgt niks. Dit is een hele goede tactiek. Gewoon de vijanden gewoon negeren en gewoon doorlopen. Serieus, waarom zou je al die vijanden moeten gaan verslaan? Je hebt er hier toch niks aan. Je krijgt geen nieuwe Pikmin voor. En over nieuwe Pikmin gesproken zou wel fijn zijn als we wat nieuwe Pikmin zouden krijgen. Ik bedoel, ik ben gewoon al 7 Pikmin hier in deze cave kwijtgeraakt. Ah, nou, laten we maar gelijk doorgaan. Het is wel jammer dat ik echt vergeten ben hoeveel vloers dat deze heeft. Sublevel 12. Oké. Nou, ik zeg gelijk poison hazards. Vallen hier daar ook weer bommetjes uit de lucht. Wallywonk! Nee. Hoi, kom maar dan. Kom maar. Stun hem. Goed zo. Weg met die Wallywonk. Oké, we hebben hier ook weer zo'n vervelende spin. Heel veel poison hazards. Dus, oh. Hallo. Oké, we hebben hier vallende stenen. Nog erger. Oh, er zit nog een blauw tussen. Tijd gezien. Concentratie in de cave, jongens. Echt, ik weet het. Mijn audiocommentaar is dan enorm stil. Maar, oh. Het is een strategisch spel. Wat verwacht je dan? Oké. We hebben dus vallende stenen. Hier iets achter misschien. Kan er... Ja, ik weet niet waar de treasures zitten. Dat is het probleem nu. Ik kan hier mijn tactiek niet gebruiken. Niks? Oké. Dat was zinloos. Zonde van de tijd. Ik weet dat we die weg open moeten gooien. Misschien dat daar achter iets zit, wie weet. Geen steen hier. Nou, deze weg hoeven we eigenlijk ook niet open te gooien. Ach ja, misschien vinden we nectar. Er zijn er een heleboel deflaueriseerd. Ook niks. Oh, het is zo jammer dat ik nou mijn radar niet kan gebruiken. Had het nut om hier? Nee? Oké. Wacht, maar waar moet ik dan naartoe? Oh, daar. Oh, oké. Goed, we hebben heel veel poison hazards. We hebben nog een Wallywalk daar staan. Maar die Wallywalk die doe ik gewoon met de Tech Team Delta. Oké. We gaan eerst de Tech Team Delta eventjes bij die Wallywalk. Dan gaan we Tech Team Wit even pakken. Poison Immunity. Dus jij neemt die mee. Jij neemt deze mee. Bijna goed. Jij neemt deze mee. Goed. En natuurlijk uitkijken voor vallende stenen. Oké, Attack Team Delta. We gaan eventjes gelijk beginnen aan die Wallywalk. Die heeft de vorige keer heeft hij namelijk twee blauwe Pikmin gejat. En daar ben ik het niet mee eens. Ah! Oké, attack. Stun hem. Hij is gestund. Ik hoor ook het slaapgeluidje weer. Dat er iets aan het slapen is. Oh, daar hebben we dat ding. Oké, nou. Jij zorgt even tot de poison hazards weg zijn. Kom op. Kunnen we tenminste zien waar dat de treasure zich bevindt. Dus ja! Heel veel stressvolle momenten moet ik heel eerlijk zeggen. Zeg. Jongens. Oké, nou. Jij bent uitgeschakeld. Die spin die zit daar wel. Als hij nou weg... Oh, daar hebben we zo'n beest. Oké, nou, volgens mij, als we geluk hebben... Ja, doe maar je fluitketelaanval. Nu! Stun hem! Vlam hem! Pak hem! Maak hem dood! Oké, hij is verslagen. Nee, ik wou niet dat ik de andere kapitein... Huh.
Terwijl pak jij dan maar team wit, blijf jij maar bij team attack. Want ik zag inderdaad al in de verte iets slapen en er was zo'n ballbear. Zo'n beest, een oranje. En die zit omringd door de auto's, zijn er zelfs twee. We kunnen dus hier nou zien waar dat de treasure zit. Ik wil heel eventjes hier die poison weghalen. Dus dat attack team Delta. Ik wil daar niet te veel Pikmin op gooien. Ik ben ook bang, jongens. Oh, waar ben ik toch een scheidluis op het moment. Oké. Okay. Goed. Jij neemt hun mee. Daar hebben we er nog 15 van. Oh, boy. Concentratie is key. Oh, hij stunt. Mooi. Helaas, jongen. Oh, hij heeft ook de treasure bij zich. Oh, nee. Oké, nou, hij is dood. Kom op, ik weet dat ik een 20 heb. Als dat de enigste secret is. Daarachter zit de cave. Oh, ik heb daar witte voor nodig. Ah, ik heb daar witte voor nodig. Weet je wat? Maak me even. Nee! Nee! Oh, dat is zo flame. Dat is zo flame. Er waren 5 witte. Ugh. Terwijl, nemen jullie dit dan even zo mee. Ga ik even hier nog even voor zekerheid even rondlopen. Valt er hier nog iets? Dat was nog flame dan flame. Nee, hier valt niks. Oh. Zijn we de 4 kwijtgeraakt? Ik weet niet meer. Even kijken. Nee, we hadden de 93. We zijn nu nog 89. Oh, wat was dat gemeen. Dat kun je niet zomaar maken. Ah ja, in ieder geval. We hebben de Endless Repository. Weet ik veel wat het is. Ik sta eigenlijk op dit punt. Oh. Er ligt hier nog ergens een treasure verborgen. Oké, hebben we Tech Team Delta bij ons? Nee, die hebben we mee die treasure op laten pakken. Oké, heel voorzichtig. Ja, die paas die valt daar even in, dat maakt niet uit. Ik wil helemaal Pikmin Team bij me. Ik vertrouw hier geen ene centimeter meer van. Hebben we alles bij ons? Goed. Dus het Tech Team Delta moet die andere Bulbear nog even aan. Of Bulborb, of wat het dan ook is. Maakt mij helemaal niks meer uit. Ik ben er klaar mee. Met die stomme stinktraps die de hele tijd erin gooien. Nou ja, we zijn in ieder geval geen paasje kwijtgeraakt. Die kan ik echt niet meer nog meer verliezen. Allemaal graag. Alle 15. 14 ook goed. Ik denk dat er wel zat is. Oké, hij is verslagen, Nee, 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 nee. Oké, team wit. Nee, we zijn 4 witte kwijtgeraakt. Rood, ik wil jou niet meenemen. Blijf bij je post. Oké, waar zit die secret? Ik denk hier dan. Natuurlijk gaan we daar eerst ook nog Fallen Rock spelletje spelen, denk ik. Ik weet hoe flame dat jullie kunnen zijn. Kom maar. Nee? Nou, dan zit hij ook nog niet eens. Oh, dan zit hij hier. Nou, kom maar op mee, Falling Rock. Ik weet dat hij er is. Nee? Oké, nou, als er hier geen Falling Rock is, dan kunnen we de andere team alvast even laten vragen. Goh, kunnen jullie dat hukje even naar beneden gooien? Oh, hoe dieper dat je in deze cave zit, hoe groter het probleem. We zijn nog geen Jellis kwijtgeraakt en dat is alleen maar gunstig. En dan heb ik mijn mond open gedaan, dan maak ik me weer sorry erover. Oké. Wat is daar? Oké, je hebt er 5 voor nodig. Oh, dat is weer zo'n ring. Dan denk je dat ze snel zijn, hè? Tot op het moment dat je dan zo'n steen ziet, dat ze daar dan snel doorheen lopen. Nou ja, in ieder geval, ze nemen dezelfde route als net. Dus ik denk niet dat er nou weer een steen zou gevallen. Anders zou dat gewoon echt heel erg cheap zijn. Oké, nou.
Dan denk ik ook dat ik het daarbij even ga laten. Dat ik heel even op adem ga komen. Oh, de stress die deze levels wel niet met zich meebrengen. Ik denk jullie sowieso voor het kijken. Heb je een leuk momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat like natuurlijk achter. Als je daar tijd voor hebt, dan hoop jullie allemaal te zien bij de Universal Com Ring. Nee, ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. En misschien is de volgende de laatste. Ik weet niet hoe lang dat deze cave is. Ik denk jullie voor het kijken en ik hoop jullie weer snel te zien. Doei!